de moed te vinden je eigen patronen die je in de relatie beperken los te laten. En heb je zo'n patronen gevonden dan? Ik doe bijvoorbeeld altijd de was. Dat is een patroon. En dat beperkt me eigenlijk ook wel, want het kost veel tijd. En ik ervaar ook wel druk als ik het gevoel heb dat mensen ernaast grijpen als ze een t-shirt missen in mijn kast. Dus je wilt niet dat mensen misgrijpen? Daar word je niet blij van. Dus je doet de was om iedereen blij te maken, denk je? Ja, eigenlijk wel. En daar bedankt nooit iemand me voor. Dat is ook een patroon. En dat is wel wat je wil. Dat is toch niet zo gek? Nee, het helemaal niet. Een beetje waardering willen, maar dat is natuurlijk waarom je eigenlijk de was doet. Nu je dat zegt, via een omweg, is best sneu eigenlijk, hè? Het is voor de Anton natuurlijk veel duidelijker als ik gewoon zeg dat ik gelukkig ben als hij blij is met mij. Ja, maar het gaat er toch niet om wat Anton allemaal leuk vindt? Het gaat erom wat jij fijn en belangrijk vindt. Maar het een staat niet los van het ander. Ik ben zo blij dat Rob me een setje heeft gegeven om in die boeken te duiken. Over een paar weken is Anton weer hier. Wat nou? Ja, net zo makkelijk hoor. Dubbel espresso. Latte macchiato. Lungo. Je zegt het maar. Ik heb al koffie gehad, dank je. Ja, maar niet van deze barista. Ben je ook boven ingetrokken, hoor ik van Lucas? Ja, super teentje. Heel bezig. Voel me top. Nee, ik hoef niks. Ja. En die verliefdheid die doet dit met me. Dat ik me als een totaal onhandige schooljongen gedraag. Goh. Ja. Sorry. Nee. Je moet geen sorry zeggen. Ik ben je hier juist dankbaar voor. Hoe leuk is het om dit als huiskamer te hebben? Dat lijkt me helemaal niet zo leuk. Ja, volgens een mini-versie van de wereld, zeggen ze. In het ziekenhuis beteken je iets voor de wereld. Hier ben je goed genoeg om een portie bitterballen. Ja, maar dat is juist zo bevrijdend. Hè? Hier ben ik niet meneer de dokter, maar gewoon een doodnormale man die wat probeert. Gewoon Anton. Gewoon Anton. Ja. Nou, ik kan Anton als iemand die doorgaans ontzettend goed zin van onzin weet te onderscheiden. Nou ja, misschien ken je me dan niet zo goed als je denkt. Nou, misschien moet ik het geen verliefdheid noemen. Dat is ook maar een woord. Nogal, ja. Santi, ik voel gewoon een klik. Jij ziet me niet als die man met die leeftijd, met die baan. Jij ziet wie ik echt ben. Misschien. Maar wat je ook in je hoofd haalt, ik ben niet verliefd op jou. Sorry, ik ben laat voor spinning. Kijk eens. Alsjeblieft. Zo. Lekker hoor, ontbijtje bij de hand. En verder heb je alles helemaal onder controle? Ja, dan ga je mij niet wijsmaken. Nou ja, dan niet. Beter zelfs heb ik het niet onder controle. Maar dat is precies wat ik wil. Leven in het nu. Heerlijk. Ja, het spijt me wel, gewone Anton, maar ik geloof er helemaal niks van.